Voor mijn onderzoek reis ik kriskras door heel Nederland om te kijken hoe meertalige kinderen met elkaar spelen op de kinderopvang. Ik wil begrijpen wat die meertaligheid betekent voor hoe kinderen met elkaar spelen. Want door met elkaar te spelen ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool. We weten dat taal heel belangrijk is voor je kansen op de basisschool. En dat is voor mij ook echt het doel. Hoe geef je iedereen een gelijke start? Hoe ga je kansenongelijkheid tegen? En het idee van de kinderopvang is ook dat kinderen, ook als ze thuis geen Nederlands spreken, daar met leeftijdsgenootjes en met de Nederlandse taal in contact komen. En ook juist door met elkaar te spelen ontwikkelen ze ook echt die taalvaardigheden die ze nodig hebben. Maar hoe dat nou precies gaat, hoe die meertalige kinderen samen spelen, dat is eigenlijk weinig onderzocht. En daar ben ik heel benieuwd naar. En ook, hoe zou dat bijvoorbeeld beter kunnen? En ik vind sowieso, taal is zoveel meer dan alleen grammatica en spelling. Ik vind juist dat sociale aspect heel erg interessant. Ik observeer hoe meertalige kinderen met elkaar spelen. Bijvoorbeeld hoe ze met elkaar communiceren, ook als ze elkaars taal niet zo goed begrijpen. Of bijvoorbeeld of kinderen die thuis dezelfde taal spreken of die eerder met elkaar gaan spelen. Daarnaast interview ik ook pedagogisch medewerkers. En dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Omdat ik merk dat zij zelf ook met vragen zitten van hoe dit werkt en hoe ze ook meertalige kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. En dat vind ik echt heel leuk aan dit onderzoek. Het is natuurlijk theoretisch relevant. Ik wil weten hoe meertaligheid werkt en ook wat voor invloed dat op sociaal vlak heeft. Maar dat het juist ook maatschappelijk relevant is, vind ik minstens zo belangrijk. Van huis uit ben ik niet meertalig, maar als kind vond ik taal al heel erg leuk en ging ik voor de lol allerlei talen leren. En inmiddels spreek ik 5 talen. Alleen, ik wist niet zo goed wat je daar nou mee kon doen. En toen ik tijdens mijn bachelor wat vakken taalwetenschap kreeg, toen dacht ik, oh, dit is het. Dit vind ik echt heel erg leuk. En het is zo leuk om dit onderzoek te doen. En het voelt echt als een luxe dat ik betaald word om nieuwe dingen te leren en dingen te ontdekken.